Richard ter Borg uit Almere is fashion en portretfotograaf. Zijn werken zijn op het eerste oog heel vrolijk. Maar als je dan even verder kijkt, ontwaar je een rauw randje. Richard ter Borg is vanmiddag bij ons. Goedemiddag, Richard. Goedemiddag. Ja, eh, waaraan herken je een echte Richard ter Borg, oh, dat zou je eigenlijk aan andere mensen om me heen moeten vragen. <laughs> Denk ik. Ik weet niet of ik daar een antwoord heb. Ja, maar maar je, 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 antwoord. Hebt, je ziet honderden foto's van een shoot voorbij komen. Ja. En waarom kies je dan nou net voor die ene? Uh, men zegt meestal kleur. Bij mij is het iets van, van, van kleur. Misschien met mijn achtergrond te maken, omdat ik van Curaçao kom en daar met heel veel kleur ben opgevoed. Dus het is, misschien kan het zijn dat kleur valt meestal wel het meest direct op in mijn foto's. Dat zou je ja, zeggen. En de zin. contrasten denk ik, hè. Want je maakt ze heel ja. sterk, hè. Ja, ja. Ik, 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 De kleur is daar gaan wezen en de contrasten zijn heel erg aanwezig. Het is erg een beetje donker. Het heeft misschien een vleugje horror, triller. Het heeft altijd iets een beetje mysterieus, ja. apart. Ja, wat ik ja. zei, altijd heeft het eigenlijk een iets vrolijks, want je komt hier binnen. Je bent een hele vrolijke man. Ja. Je, je bent echt op. Uh, ja, je ziet echt, staat echt in het leven. Ja. En Als je dan je werk ziet, is het toch allemaal wat? Zonder. Ja, hoe kan dat? Ja. Uh, dat kan misschien dat ik al. Ik, ik ben best wel depressief van mezelf, zeg maar. Oh, ja? al, al, al heel lang. Uh, al heel vanaf van mijn jeugd, zeg maar. En op een of andere manier vertaal dat zich weer terug in mijn beeld. En het heeft lang geduurd voordat ik dat heb gezien. Ik, ik, ik selecteer gewoon een beeld, of ik kies wat, of ik denk van, ja, die foto is het leukst. En dan, uh, weet ik veel, vijf, zes jaar, kijk je terug en dan zegt iemand van, ja, maar eigenlijk lacht niemand op jouw foto. Dan denk ik, oh, hoezo lacht En dan ga je terugkijken en denk oh ja, er lacht helemaal niemand. Dus terug analyserend zijn al deze mensen eigenlijk gewoon een soort van reflectie van mijn innerlijke ziel. Laten we dat maar zeggen. Ja, dat klinkt echt heel diep. Maar dat, hoe vaak kijk jij terug naar foto's die je hebt genomen? Uh, nou, laten we zeggen de eerste tien jaar niet. Uh, maar nu we tien jaar verder zijn, steeds vaker. Uh, vooral naar het lichaam, het, het werk die ik heb gemaakt de afgelopen tien jaar. Uh, ik, het, is, het is een manier van zelfreflex. Het is, uh, iedereen die eigenlijk foto's maakt of eigenlijk kunst creëert... creëert het vanuit zichzelf. Dus eigenlijk stop je iets op onderbewust van jezelf erin. Of je het nou ziet of niet ziet. En op, over, over een tijd kan je altijd terugkijken naar al het werk en zeggen ja, ik zie nu dat dit, 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 dit. En dit is eigenlijk mij. En wil ik dan dit laten zien? Ja. Dus ik denk dat elke kunstenaar wel een beetje in dat... Maar is het eigenlijk, is, is je werk dat je daar je masker afgooit? Zo van, want je komt hier toch binnen als een vrolijke man? Je zou niet ja. zeggen dit is een depressieve man. Maar in, jou, in jouw verhalen is het dus eigenlijk, de masker, het masker is af. Dit is eigenlijk mijn ziel. Ja, dat, uit analyse bleek dat het ongeveer te zijn. Ja. Dus het is niet dat het bewust zo is gedaan. Nee. Uh, bewust ben ik op deze shoots ben ik ook gewoon vriendelijk. We zijn gewoon aan het lachen. Weet je. Ik ben ook gewoon gelukkig, want ik ben in mijn element. Ik ben foto's aan het maken. En dan ben ik ook gewoon echt gelukkig. Maar onder zeg ik dan toch steeds: ja, nee, niet lachen. Kijk wat serieuzer, kijk wat bozer. Want dat vind ik mooier. Maar stiekem dat mooiere heeft misschien meer te maken met dat is meer mij. Mm -hmm. Daar kom ik dan achter, ja, dat eigenlijk. Ja, ja je, je zei net al, je komt van Curaçao. Waarom wilde je naar Nederland komen? Eh... Ja, ik wilde eigenlijk niet naar Nederland, ik wilde naar Amerika gaan. Ja. Maar omdat ik 17 was en uh, mijn moeder zei, van, ja, je hebt een Nederlands paspoort, uh, ga dan nou maar gewoon eerst naar Nederland. En als je 18 bent, dan mag je maar zelf beslissen of je naar Amerika wilt of als anders naartoe wilt. Maar voor nu uh, hebben zij voor mij gekozen, van, je gaat daar naartoe. Ja, waar, waar kwam je toen terecht? Eh, uh, Almere, Flevoland. Uh, ik, ik Kom je wilde... het geweldig, Almere, Flevoland? Ja, zeker. Het <laughs> eerste wat ik deed, ja, toen had je nog geen Google. Volgens mij was het toen Alta Vista of jou of zo. Ja. Uh, uh. Typte je in ICT-school en de eerste hit was ROC Flevoland Almere buiten. Ik wilde zo snel mogelijk weg. Dus ik had zoiets van, uh, nou, top, dat, go, ticketboeken, Almere wordt het. Ja, maar had je hier een netwerk dan? Nee, nee. helemaal niks. Lijkt me zo eenzaam als 17-jarige om dan echt helemaal aan de andere kant van de wereld uh, eigenlijk opnieuw te beginnen. Het heeft volgens mij een weekje gekost en toen had ik 100 vrienden om me heen. Ja. Ja. Mijn persoonlijkheid is nooit alleen. Ja. Alleen, maar niet eenzaam. Ja. Ja, je, je ging dus uh, iets doen in de ICT, ja. uh, maar, maar dat is dus niet gebleven, die uh, ambitie? Nee, tenminste, die ambitie... Ik, ik ben nog steeds een nerd, dus dat, dat is wel gebleven. En ik heb ooit met een chiropractor gesproken en die zei van... Ja, al jullie ict gasten, maken nu allemaal foto's. Je doet waarschijnlijk iets met een schermpje die je nu kunt loslaten... of het schermpje daar of het schermpje hier. Uh, ik heb uh, mijn school afgemaakt. Ik, heb, uh, ik ben toen teruggegaan naar Curaçao... Samen met mijn vriendin, en, want ze kende mijn familie niet. Ik heb haar hier ontmoet op de ICT-school en we waren toen al zes jaar samen. Dus na zes jaar ben ik weer teruggekeerd uh, na school om daar zes maanden even niks te doen. En daar kwamen wij met z'n tweeën achter dat wij het heel fijn vinden om te werken met mensen die wij tof vinden. En daar kwamen we ook achter dat we eigenlijk gewoon leuke dingen willen maken met leuke mensen. Dus we zeiden van weet je wat, we komen terug naar Nederland. We gaan vijf jaar werken voor onze baas. We gaan die diploma die we hebben behaald in de ICT gaan we ook aan het werk zetten. We gaan al onze salarissen wegsluizen en echt op het minimale leven houden we ons studentenleven zeg maar en over vijf jaar stoppen we met werken en dan gaan we doen waar we zin in hebben dus deze zes maanden vakantie doen we dan nog een keer maar over vijf jaar en dat hebben we dan soort van zo hebben we ons leven ingedeeld vijf jaar werken voor een baas één jaar vrij zijn en doen waar je zin in hebt nou ja ik ben tien jaar geleden gestopt bij mijn baas en ik ben nooit meer teruggegaan en je vriendin die zou weer teruggaan. Ja, ja. <laughs> uh, die, is, die, is bij, die is voor zichzelf erachter gekomen... dat, 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 zij, dat het veel handiger werkt om, uh, om, om een baantje ernaast te hebben... met, met minimale druk. En dan in, je, in haar eigen losse tijd zeg maar, haar eigen werk te creëren. Dat, dat was voor haar zeg maar, uh, interessanter. En ik ben het ondernemen heel erg leuk gaan vinden. Dus ik werd een ondernemer. En dan ga, ja, ik zou ik eigenlijk nooit meer denk ik, onder een baas kunnen werken. Nee, maar zie je dit als werk? Ik bedoel, um, voel je het als werk? Voelt dit als werk? Mm. Zeg, nou, het is toch ook een beetje hobby? Het is echt, echt wat ik wil? Uh, het, het fotograferen is, voelt niet als werk. Maar het is niet alleen maar voor natuurlijk. Het is 80%. Ben je wel aan het ondernemen? Ben je wel opdrachten aan het zoeken? Ben je facturen aan het schrijven? Ben je, ik heb stagiaires, ik heb medewerkers, ik heb, weet je wel. Dus, dus dan een... lijkt het op werken. Dan is het wel werken. <laughs> dan is het wel werken. Maar dat, dat, daar ben ik dus ook op verliefd op geraakt. Dat is wat ik zeg. Het ondernemen, het werk is, daar ben ik verliefd op geworden. Dus dat vind ik leuk. Het hele ondernemen, het werken, het fotograferen, dat hoort er gewoon bij. En dat vind ik leuk. Ja. ja, verveel je je wel eens? Nee, nooit. Ik kan me niet vervelen. Ik, ik heb me ook nooit, zover ik weet, vanaf geboorte tot nooit verveeld. Ik vind het altijd wel iets om te doen. Nou, dachten je ouders, hij gaat de ICT doen in Nederland. Kom ja. je terug als fotograaf? Hoe ging ja, dat? Ik ben nooit meer teruggekomen, dus nee. dat, <laughs> dat, 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 dat alvast. Uh, het ging makkelijk. Kijk, op een gegeven moment. Uh, ik heb het, als, als ict ICTer heb ik het heel ver geschopt. En op mijn 24ste had ik al een auto van de zaak. En had ik een, een veel te rijke salaris voor iemand van 24. Dus ik had al bewezen aan mijn ouders dat ik ben wie ik ben. En als je al die vijf jaar werkervaring hebt. dan zeg je, oh ja, ga maar lekker een jaartje foto's maken. Wat maakt het uit? Als je altijd weer wilt werken, je hebt gewoon die vijf jaar werkervaring, je cv brengt je wel weer verder en dat ging gewoon door 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 en op een gegeven moment zien ze dat je gewoon je eigen geld maakt, ongeacht waarmee je het maakt, maar je verdient je geld, je kan het leven, het gaat goed, ja. dan hebben we altijd en dit, dit is het nu, dit hier ga je mee ja, verder ja. tot nou, zeg maar ja, vijf jaar? Tenminste, of, het, 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 het ondernemen, dat is wel iets wat altijd zal blijven. Ja, het ondernemen zal nooit meer weggaan. Het ondernemen is er ook altijd geweest, denk ik, al vanaf kleins was ik altijd maar in de zand verkopen en legioenen op straat op kunnen dus dat ondernemen was er altijd al en dat zal ook altijd blijven of de fotografie altijd blijven. Dat weet ik niet. Ik, ik hou van heel veel verschillende dingen en ik doe ook heel veel verschillende dingen. Maar het is wel allemaal in een creatieve sector of in de cultuursector, alles wel ja. met dat vleugje. Maar als je nu een keuze moet maken, hè? alleen maar foto's maken of alleen maar ondernemen. <laughs> ondernemen. Ja, <laughs> toch wel, ja? Ja, zeker wel. Zeker wel. En ik zou het niet kunnen zonder foto's maken, want dan zou ik video gaan doen, zeg maar. Dan zou ik nog steeds iets pakken wat in beeld is. En, en, en ik moet me op een of andere manier wel in beeld uiten. Maar het ondernemen staat wel boven het beeld maken, ja. Uh, ja, je zei in iedere interview dat er meerdere personen in je zitten. Ja. Ik zei dat net ook al. Ik wel denk wel al die sinde daar toch? Je ja. <laughs> ja. ja, moet er heel veel <laughs> achter. Je. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Uh, ja, hoe leg je dat uit? Hè? Ik, denk, uh, ik denk zelf dat ik ADHD heb. Ik ben zelf nooit gediagnosticeerd voor ADHD, zeg maar. Uh, op Curaçao ken je dat eigenlijk ook niet. Bestaat het ook niet. Dan nooit... ben je gewoon een drukkind. Gewoon een drukkind. Voel je, misschien. er vrij rustig zitten net, hoor. Ja, toch? Ja, dat, dat. Ja. Ja, ik ben ook heel goed getraind door Hou je mijn zelf erg onder controle. Ja, en nee, ik ben heel goed getraind door ja, okay. ouders. <laughs> Dit is eruit geslagen en <laughs> zeg maar. <laughs> en dat bedoel ik met. Dus dat is, dat is ook die meerdere persoonlijkheden. Ik heb mijn ADHD terug naar binnen genomen en ik ben het voor mij laten werken. Mensen zeggen heel vaak: ADHD moet je medicatie geven en dan druk je het weg. Ik ben het juist gaan leren, begrijpen. En in mijn hersenen zeg ik altijd: ik heb gewoon vier hersenen. En op een of andere manier denk ik in vier niveaus. En ik kan ook vier mensen tegelijk een gesprek aanhoren en ook horen. Ik kan alleen niet tegen vier tegelijk praten. En dan glitcht het. Dus ik kan wel vier mensen aanhoren en begrijpen wat alle vier tegelijk zeggen. En vervolgens wil ik wat zeggen. En dan gaat het mis, want ik weet niet wie ik moet antwoorden of wie ik moet zeggen. En, ja, en Hoe gaat het dan bij jou op de set? Want uh, dat, dat is altijd wel heel druk natuurlijk als je modefotograaf bent. Dus ja. uh, een fysiast, er is, iemand ja. die aan, het, uh, aan de kleding trekt, dan een model. Het... Mooi samen, want één hersen is bezig met fysiotherapeut, één hersen is bezig met model. Je zult ook er met... de vier uh, contacten zijn, zeg <laughs> maar. Juist, juist, juist. Ik ben continu aan het praten met de fysiotherapeut terwijl ik mijn dingen aan het opbouwen ben, terwijl ik mijn lamp aan het neerzetten ja, Maar je, zeg, continu... je zegt eigenlijk, de koppeling kan je niet maken, je kunt het niet terugkoppelen. Dus dat is dan toch niet handig? Um, als er vier mensen tegelijk tegenover mij staan. Mm -hmm. Maar als de fysiotherapeut bezig is en ik ben bezig mijn lamp aan het opzetten en de model zit daar, nou, dan praat ik met de model. Ik praat met de fysiotherapeut, <laughs> ik ben mijn lamp aan het opzetten. Mijn assistent geef ik ook nog even ding. Dus ik ben wel één voor één, zeg maar, met mm -hmm. iedereen bezig. Dus ja, op dat de set. Het werkt het perfect. Daar is de ADHD voor gemaakt. Dat, dat maar, <laughs> laten we dat maar zeggen: de grote chaos. Ja, um, uh, ja, je, je, je vliegt ook wel de hele wereld over om je werk inmiddels te doen. Hè? Waar ja. kom je allemaal zoal? Uh, pff, kom je allemaal ja, op heel veel plekken. Ik, 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 ik ga over een paar weken, twee weken, drie weken ga ik naar Curaçao. Ga ik daar weer een beetje shooten. Uh, we hebben een paar shoots gepland daar. Uh, ik kom net terug uit Birmingham, Engeland. Uh, daar was er een beurs, uh, een convention uh, waar, je dan, waar ik op podium sta voor merken en, uh, en presentaties geef. Uh, Canada, die vroeg of ik langs zou komen in augustus om een workshop te geven. Ja, ik, ik heb in Spanje workshops gegeven, Noorwegen. Ja, we zijn overal ter wereld al een beetje geweest. Uh, maar wat leer jij anderen dan? Wat leer ik anderen? Uh, anders te denken. Niet zo vast te denken aan een oude, manier, een oude denkwijze. En het heeft niet specifiek zozeer met fotografie te maken, maar het heeft meer met hun leven ook te maken. Want ik heb ook een leven moeten kiezen die ik, uh, die, die ik zelf wilde. En mensen begrijpen meestal niet zo heel goed hoe je dat doet. Van ja, hoezo heb jij dat dan wel gedaan? Ik zit met mijn 40-uur baan en ik kom er maar niet vanaf. Zeg. Ja, en die denkwijze probeer ik dan een beetje te transformeren. Dat is Los. toch weer heel wat anders dan het fotograferen. Ja, ja maar dit gebeurt tijdens de fotografie. Dus ja. terwijl je met fotografie bezig bent, Als zijn mensen aan het praten. Dan, een instelling kan ik je zo leren. Dat zijn twee knopjes: dit zet daarop, zet daarop dan maak je een goede foto, en dan ga ik praten over jou. Wie ben jij, wat doe je, waar loop je vast in het leven? En dat is eigenlijk mijn kunstje. Dat is het kunstje die ik ook in ICT toepaste. Ik los problemen op. ICT-problemen, fotografie zijn problemen... en mensen problemen. noem het maar op wat problemen. Dat ben de ware ik. Dan, dan krijg je waarschijnlijk met echt wild vreemden... Enorm contact. Ja. Hou je daar achteraf ook nog contact mee? Of? Ja. Ja? Ik heb vrienden over de hele wereld. En het doet een beetje pijn af en toe. Daar hebben we allemaal een beetje last van, dat we elkaar niet kunnen zien. En dat we zo gehecht zijn aan elkaar en zo'n band met elkaar hebben, maar je elkaar niet elke dag kan zien, doet dat wel heel erg pijn. Maar daarom proberen we altijd in verschillende landen elkaar toe te komen. Dat is ook met de manier hoe wij vliegen. Ik heb vrienden in Canada. Dus hoe gaan we elkaar zien? We kennen elkaar al drie jaar, we spreken elkaar al drie jaar online. Hey, als jij een workshop in Canada voor mij organiseert, doe ik eentje voor jou in Amsterdam. Kan jij op je cv zetten? Je bent in Amsterdam geweest. Ik kan op mijn cv zetten. Ik kan elkaar een geweest. En zo zijn we eigenlijk gaan vliegen. Maar waarom moet je dan vooral komen? Voor het voor het fotograferen of juist het andere verhaal? Je ja. komt voor mij, Ja. Dus en ik ben allebei. Dat is allebei. Dat zijn die, <laughs> dat, zijn die lage, dat zijn die diepere persoonlijkheden. Ja, ik ben allemaal. Okay. Dus je komt voor de ervaring en de lering. En je komt in principe voor fotografie, zo kom je binnen, ja. maar je gaat weg met veel meer. Je bent ook te vinden op Instagram. Je hebt bijna 5000 volgers. Hoe belangrijk is zo'n medium als Instagram? Uh, ja, hoe belangrijk is dat? Uh, kijk, voor elke ondernemer is, is, is social media gewoon belangrijk. Dat je moet aanwezig zijn en je moet het gebruiken en je moet het goed gebruiken. Ik ben nooit achter de cijfers gegaan, dus ik ben nooit gaan van: ja, ik heb meer volgers nodig of ik heb meer dingen nodig. Uh, ik ben meer van de kwaliteit. Maar al mijn werk, mijn leven, wie ik ben, het rondvliegen is alleen maar gekomen door social media en niks anders. Ja, hoe, ja. hoe zou dat dan? Ja, hoezo dat? Ik gooi mijn foto's online, mensen reageren erop en zo maak je vrienden. En die vrienden wonen in Canada en die zeggen, kom eens een keertje langs, kom hier, vertellen wat je daar doet. En zo bouw je een netwerk uit en zo is het gaan en ook... ja, Maar hoe is het op Instagram? Want op Instagram heb je vooral dat kleine schermpje natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is misschien overal grote schermen te zien, maar mensen gaan dat op het kleine schermpje zien. Is, is, is Jan Werk daarvoor geschikt? Ja, want ik ben begonnen met, 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 met Flickr. Dat is een fotowebsite, een fotosharing website, website. En dit was tien jaar geleden voordat Facebook bestond, of vijftien jaar geleden zelfs. En op die website waren er heel veel kleine thumbnailtjes. Dus je ja. kon zeg maar van elke fotograaf kreeg zo'n overzicht van vijftig thumbnailtjes. En ik ben gaan leren. Om uit die kleine thumbnail te springen tussen ja. alle anderen. Zodat mensen op mijn foto. Vandaar die kleur. Vandaar... En die, zeg, dat heeft dus met kleur te maken. Ja, vandaar die kleur, die contrast. Want als je mijn foto's heel klein ziet, zie je nog steeds die dat kleur ik, tussen. Laat alle... die moet ook hebben. Ja, oké. Okay. en zodoende ben ik hem gaan uitgroeien. Ja, dus ik kom uit een kleine schermwereld en mm -hmm. daaruit gebaseerd te creëren heb ik, ik Het is juist geschikt voor klein beeld. Ja. 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 ja wat als een opdrachtgever naar zegt: ik wil weg van die kleur, kun je dan ook in zwart-wit werken? Absoluut. Ik schiet heel veel zwart-witte portretten. Sterker nog, de afgelopen. Ja, ik heb tien jaar lang heb ik heel veel kleur geshoot en de afgelopen jaar denk ik, twee jaar, ben ik alleen maar zwart-wit en naakt aan het shooten. Ja, dus maar... helemaal niks wat... Ja. Dat naakt de wereld, die wil ik ook wel eens hebben. <laughs> Jij ja, zeker wel. Assisteren, lampje vast houden. Ja, of even bijsminken, dat ja, kan ook, ja, met een kwastje. Welk uh, uh, ja, kwastje? Nou, ja, je kan overal een kwast voor gebruiken. Uh, wat voor opdrachtgevers zou je eigenlijk nog willen hebben? Eh, willen hebben. Ik, 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 ik heb niks in mijn hoofd. Dat ik, want elke, elke doel, elke opdracht die ik ooit heb willen hebben... of elke klant die ik ooit zou willen hebben... heb ik als doel ingericht en heb ik gekregen. Is mijn klant geworden of heb ik een opdracht voor mogen doen? Noem er eens een paar. Pff, noem er eens een paar. Uh, Lifestyle Almere was eenmaal in het begin. En dacht ik van, hé, hey, ik ben Almere. Ze hebben een blad, ze hebben een glossy blad. Daar zou ik heel graag wat voor het doen. Daar heb ik daar twee, drie, voor, drie, vier covers voor mogen shooten... en, en reportages mee mogen, mogen doen. Uh, een tijdje dacht ik van, ja, het zou leuk zijn om mijn werk als kunst... in theater te mogen zien. Toen nam een, uh, een, een jongen uit Amsterdam, uh, Erik, uh, die heeft een theater naast de Dam uh, bij het Rokin, uh, Heeft -ie. hij niet zei uh, ik, ik volg je al vijf jaar. Ik vind je werk geweldig en ik zou heel graag, dat zijn die foto's toevallig van die fat man. Ik zou heel graag uh, de foto's willen ophangen in mijn theater. En uh, ja, zo Dus ja, dat zijn een beetje mijn klanten. Ik, ik heb niet specifiek. Ja, hoe zeg je dat? Omstandigheden bepalen meestal mijn klanten. Je hebt elke jaar in de gemeente al meer uh, elke gemeente. Wel krijg je zo'n brief voor de, weet je, de OZB belasting. Weet ik ja, veel wat? Onderroerende zakenbelasting. Dat ja. ding ja. Ik had er geen geld voor, dus ik dacht: van, Oké, okay, hoe gaan we die betalen? Uh, ik dacht: Ik krijg deze brief van de gemeente. Hoe leuk zou het zijn als ik de gemeente mijn klant maak? En die betalen zelf hun eigen factuur. <laughs> dus zodoende heb ik uiteindelijk de gemeente al meer ook mijn klant gemaakt. Ar en die Ar hebben zelf die factuur. Elk jaar betalen ze hem zelf. Dat <laughs> weten ze nog niet. <laughs> ja, nu wel. <laughs> nu weten ze dat wel wat mooi. Wat <laughs> ja. Um, ja, je gaat echt als een speer. Waar denk je dat je de komende over vijf jaar stelt dat we je weer uitnodigen? Wordt het dan moeilijker om je hier in de studio te krijgen? Nee, omdat dat je dan. Nee? <laughs> nee, dat denk ik niet. Nee, uh, ik, ik, het is altijd druk en het is altijd, uh, ik ben altijd druk geweest. Ik ben sowieso een druk persoon uh, vanuit mezelf, zeg maar. Uh, ja, waar ben ik over vijf jaar weet ik nog niet. Uh, dat zien we over vijf jaar, zeg ik dan. Ik, ik ben vooral bezig met het komend jaar, komende maanden. Uh, wat willen we veranderen? Er zijn nog heel veel dingen die ik wil doen eigenlijk. Uh, ook voor Almere wil ik heel veel dingen veranderen, voor cultuur Almere. Maar dat gaat heel veel tijd kosten voordat ik klaar ben en Almere ervoor klaar is. Dus ja, dat... Spannende ontwikkelingen dus ja. nog. Nou, de uitnodiging staat. 16 april 2024. Dan ben je hier gewoon weer. Gezellig. De Borg, Tot dank dan. je wel. Dank je wel.